Ja, en onze David Bowie met zijn bekende plaat natuurlijk, Blue Jeans. Die is alweer ten einde en we hebben terug gasten natuurlijk. We hebben het gezegd, de studio loopt vol. En Mike, wie komt er allemaal langs vandaag? Vertel dat eens eventjes. Wel, er komt heel wat volk langs. We zijn dus begonnen met onze weerman. We hebben straks nog een gesprek met Petra de Porter van Toek uit Deinzen. We hebben ook een gesprek met Mieke Schouwvliegen van Groen Aalter. Zometeen hebben we een gesprek over de kunstzomer in de Leijenstreek. En dat doen we met José Saint-Aubin. Dan komt er ook nog een kandidaat van de Miss Badjesprinses langs in Roeselare. Dat is Lily van Oost. We hebben het ook over de Tielse fietspaden. En daar spreken we over met Berger. We spreken met een dame, die ook een single heeft uitgebracht, namelijk Els Ambrosijn. En dan hebben we ook nog een gesprekje met Veerle Everaert. Zij is zaakvoerster van Studio 09 in Oostkamp. Dus ja, het wordt dus heel druk, hè, vandaag. Ja, ja, een hele boterham. Een hele boterham. En we beginnen met die boterham met José Saint-Aubin. Die is verantwoordelijk voor de kunstzomer in de Leijenstreek. José, goedemorgen. Goedemorgen. Kunstzomer in de Leijenstreek, José. Het begint allemaal volgend weekend in Zwevegem. Het duurt eigenlijk een hele zomer, want anders zou het geen kunstzomer zijn natuurlijk. Maar vertel eens, van waar is het idee eigenlijk ooit begonnen, zeg maar? Het idee is eigenlijk gekomen omdat wij indertijd dus met een aantal kunstenaars samenwerkten die eigenlijk een platform zochten om dus ergens hun werk te kunnen presenteren. En dat is eigenlijk uit zijn voegen geschoten naast enkele locaties in het begin, een bibliotheek, een cultuurcentrum. Maar intussen is dat een samenwerking geworden met Toerisme Leijenstreek. Mm-hmm. Toerisme Leijenstreek die dus een aantal gemeentes en steden heeft rond de Houden Rivier, zoals ze de Leijen ook noemen. Ja. En die hebben dus een aanbod gedaan om dus kunstzomer mee te participeren. Ze hebben ons een samenwerking voorgesteld met alle gemeentes die ook in de Leijenstreek aanwezig zijn. Mm-hmm. En zo is het gekomen dat wij tiende jaar bezig zijn dat we dus dit jaar ook een jubileumeditie hebben. Mm-hmm. En dat wij dus opnieuw vanaf 3 juni tot zondag 30 september eigenlijk van wal steken met de kunstzomer 2018 of de tiende jubileumeditie. Is het moeilijk zozeer om de kunstenaars te motiveren om deel te nemen aan zo'n... Het is eigenlijk veel moeilijker om kunstenaars weg te duwen. want de aanvragen zijn redelijk groot, zijn zelfs heel groot geworden. Ja. Maar het blijft nog altijd een selectie. Wij proberen zoveel mogelijk samen te werken met mensen van de academies. Mm-hmm. Wij werken samen met andere kunstenaars die dan ook weer nieuwe kunstenaars aanbrengen. Maar het blijft nog altijd een selectie. Wij proberen het beste uit de mensen te halen, maar we proberen ook de beste kunstenaars naar kunstzomer te lokken. Ja, ja. Ben je zelf gebeten door de kunstmicroben, zal ik maar zeggen? Ik ben niet echt een kunstenaar, maar ik ben wel iemand die graag met kunstenaars omgaat. Mm-hmm. Want ik ben een persoon die graag met soms een beetje ingewikkelder mensen omgaat. Want men zegt altijd, een kunstenaar, dat is een ingewikkeld persoon. Ja. Een kunstenaar, dat is een ego-persoon. Maar ik zit hier nu om dat te weerleggen, want dat zijn mensen die weten wat dat ze willen, dat zijn mensen waar je mee kunt werken. Uh-huh. Maar dat zijn uiteraard ook mensen die een idee hebben. En de kunst is in Kunstzomer en ook op elke tentoonstelling, dat is een samenwerking te gaan vinden, een synergie te maken met die kunstenaars. En op die manier krijgen we altijd prachtige resultaten. Mm-hmm. Jullie starten dus aanstaande weekend, 3 juni, zondag is dat dan natuurlijk, in Zwevegem. In Zwevegem, en daarvoor hebben wij, zijn er al eerder geweest, in Transfo, de oude elektriciteitscentrale Transfo in Zwevegem. Mm-hmm. Wij werken daar vooral in de machinezaal, waar we dus eigenlijk de oorspronkelijke machines, de oorspronkelijke turbines en zo, dat we die nog altijd meenemen in het verhaal. Ja. Want het is zo, kunstzomer is niet zomaar een verhaal van panelen zetten en spotjes hangen. Nee, wij proberen altijd locaties te vinden waar we de kunst tot zijn recht laten komen. En wij houden ook rekening, een elektriciteitscentrale heeft bepaalde facetten die dat kunnen versterken. Mm-hmm. En dat dus ook zo
vanaf volgende zondag in Zwevegem. Ja. Radio Meteor is trotse partner van Kunstzomer in de Leidstreek. Daar zijn we eigenlijk wel een beetje trots op. En wij maken ook live radio. We doen dat meer bepaald op 19 augustus in Waregem. Dat is op het domein Nieuwenhoven. We hebben nog een klein beetje een voorgesprekje gehad, José. Vertel eens, Nieuwenhoven, dat is niet zomaar een locatie uiteindelijk ook, hè? Nee, goed, Nieuwenhoven is eigenlijk een vroegere kasteelhoeve. Daar is heel stil rond geweest. Maar dan hebben ze eigenlijk een nieuwe bestemming gevonden. Mm-hmm. Daar is een brouwerij gekomen, het Haverhopke. Een brouwerij met zeer enthousiaste mensen. Mensen die op dit moment meer dan 10 verschillende nieuwe bieren hebben gebrouwen. Die dus ook zullen te proeven zijn op het moment dat jullie daar zijn. Mm-hmm. Want de bedoeling is eigenlijk dat we in Hoeten Nieuwenhoven tijdens de kunstzomer kennis maken met uiteraard met de kunst en de kunstenaars. Dat we daar een gezellig zomers terras gaan rondmaken. En dat we daar ook een aantal dingen gaan doen waar mensen bijvoorbeeld een bierpakket kunnen winnen. Waar mensen kunnen kennis maken met nog andere mensen uit Waregem. Mm-hmm. Die dus ook door jullie worden aangebracht. Zodanig dat wij eigenlijk op die bewuste zondag, 19 augustus denk ik. Ja. Dat wij op die bewuste zondagnamiddag een totaalprogramma krijgen. Interactief met luisteraars, met mensen aanwezig. En hopelijk ook, maar de weerman die is al weg, hopelijk ook met de zon. Ja, dat hopen we natuurlijk. En dat is altijd leuker natuurlijk als het weer goed is. Nieuwenhoven, oké, daar zijn ook kunstenaars aanwezig die jullie uitnodigen uiteraard. Maar ook de kunstenaars uit Wakken en Denterham. Want na Waregem komt ook Wakken en Denterham nog aan de beurt. Ook die mensen worden al een keertje in de schijnwerpers geplaatst op dat moment. Wel, we gaan proberen die mensen, omdat dus eigenlijk Wakken, Denterham ook dicht aanleunt bij Waregem en dat dat ook een beetje het gebied is van Radio Meteor, hebben wij gedacht, we gaan die mensen daar ook proberen naar daar te krijgen. Dat zou ook wel lukken. En daar hebben we onder andere ook al een afspraak met een Nederlandse kunstenaar, mm-hmm. Jan van Strien. Ja. Die komt eigenlijk uit Kaatsheuvel en die heeft mij nu al beloofd om daar aanwezig te zijn. Ja. En Jan die zal met zijn kunstwerken, zowel zijn beelden als zijn schilderijen, te zien zijn in het André de Metz-huis. Ja. Het valt me op, José, dat het inderdaad eigenlijk ook wel, het gaat niet alleen over Belgische kunstenaars, maar eigenlijk over internationale kunstenaars eigenlijk. Wel, eigenlijk, ik moet eerlijk zijn, het hoofddoel was eigenlijk vooral kunstenaars uit de Leienstreek. Ja. Maar als je 10 jaar bezig bent, dan zit je op een bepaald moment met geen reserves meer. Nee, ja. En dat we dan zeggen, kijk, we gaan ook, alleen door het feit dat er ook al in het buitenland interesse is voor kunstzomer. Dat zou wel via de internetkanalen zijn, via de websites en zo meer. Hebben wij gedacht, waarom zouden we af en toe een keer geen buitenlandse kunstenaar er gaan bijnemen? Ja. Of een kunstenaar zelfs niet uit de Leienstreek. Ja, ja, ja. Ik moet je zeggen, we hebben ook al samengewerkt in de tijd met een Zwitserse kunstenaar, met iemand uit Luxemburg, met iemand uit Duitsland, met iemand uit Italië. Ja. Dus, maar dat versterkt alleen maar het imago van de kunstzomer. En omdat wij eigen kunstenaars ook een mooi platform willen geven, en dat we die eigen kunstenaars ook een omringing willen geven die een beetje internationaal en een beetje groter aandoet dan nog plaatselijke kunst, zijn wij ook wel tevreden dat wij die werking nu ook naar het buitenland hebben uitgebracht. Ja, laat ons toegeven, de Leienstreek heeft heel wat kunstenaars ook voortgebracht uiteindelijk. Er zijn er heel wat, want een Raveel bijvoorbeeld. Ja. Raveel was iemand van bij de grondleggers van Kunstzomer. Mm-hmm. Raveel was iemand die heel enthousiast was over het systeem Kunstzomer. En ik hoor hem nog altijd zeggen in een van zijn laatste levensjaren, ik ben blij, want de opvolging is verzekerd. Ja, dat is ook wel. Ja, dat is ook inderdaad zo, hè, want het blijft toch wel heel wat kunst uit die Leienstreek komen eigenlijk. Ja, er zijn er toch heel wat. Ja, als je ja. weet dat ik al een lijstje heb tussen de 300 en 400 kunstenaars, die dan nog al geselecteerd zijn. Ja. Als ik ze allemaal kijk naar buren bij kunstenaars die later volgen. Ja. Hoeveel mensen dat er daaraan deelnemen, er zijn er toch wel heel veel. Ja. Goed, José, concreet, waar kan de luisteraar terecht als hij meer informatie wil over Kunstzomer in de Leienstreek? Wel, eerst dan wel op onze website www.kunstzomerleienstreek.be. Ja. We hebben ook een Facebookpagina, of ze kunnen contact opnemen met Toerisme Leienstreek. Ik wil daar wel een telefoonnummer op zetten als ik dat hier heb. 056 24 99 95 en daar komen ze terecht bij een heel lieve dame, Babette de Vouw, die eigenlijk vooral het logistieke werk doet voor Kunstzomer
En als ze daar inlichtingen vragen, als ze daar vragen naar een brochure en zo meer, dan kunnen ze daar allemaal krijgen. Maar vooral dus website www.kunstzomerleijenstreek.be. En natuurlijk ook via Radio Meteor zullen we natuurlijk heel graag de luisteraar op de hoogte houden van dit project uitlaten. En dat is ook de bedoeling uiteraard. Dat is heel tof en dat klinkt goed. Ja. Zeg, Josie, om af te sluiten, om dit gesprekje af te ronden, waarom moet de luisteraar naar de Kunstzomer in de Leijenstreek komen volgens jou? Eerst dan vooral, het doel van de Kunstzomer is altijd geweest mensen naar kunsttentoonstellingen lokken. Mm-hmm. Met om te zeggen, kom een keer kijken naar een schilderij, kom een keer naar een beeld kijken, kom een keer kijken naar een kunstfotograaf, kom een keer luisteren naar het verhaal van een kunstenaar. Mm-hmm. En omdat mensen dat soms heel moeilijk doen, hebben wij ook die samenwerking met Toerisme Leijenstreek. En waarom moeten ze komen? Omdat eigenlijk dat we zorgen voor het totaalprogramma. In alle gemeentes waar we komen zijn minstens 3 locaties. Mm-hmm. Werken we samen met plaatselijke mensen, met plaatselijke restaurants, met plaatselijke terrasjes. Mm-hmm. En een Vlaming eten en drinken, dat is heel belangrijk. Dat lukt, hè. Dat heel belangrijk is. En als we ze dan nog cultureel ook een klein beetje kunnen opvoeden. Ja. En dat ze gaan daar ook bij goed voelen. Dan voelen wij ons ook goed. Ja. Daarom moeten ze komen. Voilà. Dat is een heel duidelijke boodschap. Josie, mag ik je heel hartelijk danken om eventjes te willen langskomen heel hier. Plezier. En wij zien elkaar en horen elkaar natuurlijk nu regelmatig in die kunstzomer. Zeer zeker ook op 19 augustus zijn we erbij natuurlijk op Goed de Nieuwehoven in Waregem. Waar we dus inderdaad, ik zeg het, een totaalprogramma zullen maken. Wel, we kijken er naar uit. Prima. Dankjewel en fijne zaterdag nog. Ja, daar.